Welkom bij Lierse. De meeste mensen zullen jou misschien niet kennen van naam. Kan je misschien jezelf even kort voorstellen? Nou, ik ben Alfons Arts, 48 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb een dochter van 20 en een zoon van 15. Ik heb in Nederland bijna 18 jaar betaald voetbal gespeeld. Ik heb mijn jeugdopleiding bij PSV gehad. Ik heb bij MVV, bij Go Ahead Eagles, bij Emmen heb ik als actief betaald voetballer gespeeld. Ik ben daarna bij Emmen ben ik de trainerij ingegaan. Ik ben daar een aantal jaar assistenttrainer geweest. En ik heb een aantal keren momentopnames gehad dat ik het eerste mocht overnemen. Ik ben daarna als assistenttrainer verhuisd naar Cambuur Leeuwarden. Daar heb ik tot afgelopen jaar heb ik daar gewerkt. Waarvan de laatste 2,5 jaar als hoofdtrainer, waar ik het van Stanley heb overgenomen, die toen naar Vitesse vertrok. Afgelopen week een aantal keren hier op de club geweest, een goed gesprek gehad. Afgelopen zaterdag bij de wedstrijd geweest en dus vandaag voor het eerst mee het trainingsveld op. Dus ik ben blij dat ik deze mogelijkheid krijg om bij een mooie club uit België mee te werken en daar een mooi seizoen van te maken. Toenmalige trainer Jurri Koolhof die werd ontslagen. Toen heb ik 2 maanden ben ik hoofdtrainer geweest en in die periode is de club met Stanley een contract overeengekomen. En daar heb ik bijna of ruim 2 jaar heb ik met Stanley daar gewerkt. We hebben daar echt een band hebben we opgebouwd en de samenwerking verliep eigenlijk uitstekend. Nadat Stanley naar Vitesse is gegaan, heb ik nog heel veel contact met Stanley ben ik blijven houden. Ik ben ook regelmatig bij Vitesse wezen kijken, hij ook regelmatig bij Cambuur. Nu afgelopen zaterdag heb ik een tijdje met hem gesproken. Nou ja, het is natuurlijk een clubicoon. Een man die geloof ik hier 16 jaar bij de club gewerkt heeft. Ja, die kun je gewoon niet vervangen. En, ik ben ook helemaal niet van plan om anders te gaan doen. Me kosten wat kosten moet gaan bewijzen. Ik vind het gewoon belangrijk. Ik probeer van meerwaarde te zijn voor de club. En daar heeft de club mij ook voor aangetrokken. En ik probeer talentvolle spelers die het laatste stapje nog moeten maken. Probeer ik zover te krijgen dat ze hun debuut kunnen gaan maken in het eerste elftal. Zo heb ik de laatste jaren ook gewerkt. En ik probeer de mogelijkheden die ik heb, probeer ik over te geven aan de club. Ik ben hier voor de club en ik ben hier niet voor mezelf of te vergelijken met anderen. En nogmaals, ja, Erik is gewoon een icoon bij deze club. Die is eigenlijk onvervangbaar. Ja, het is een ontzettend enthousiaste ploeg. Ik vond dat ze in de eerste helft ook vanuit het voetballende gedeelte dat ze een aantal mogelijkheden creëerden. En dan moet je een beetje geluk hebben dat je tegen Brugge dat je op voorsprong komt. Maar ik vond het vooral de eerste helft zeer leuk om naar te kijken. Het publiek heel enthousiast en dat stemt hem wel heel positief. Die 90 minuten lang echt achter de ploeg is blijven staan. En de tweede helft brak er een fase aan dat ze het wat moeilijk hadden rond die goal van Brugge. Maar daar herstelden ze zich in de loop van de tweede helft prima door. Ook dat ze wat meer risico naar voren gingen nemen. Er kwamen een aantal wisselingen in het team. Ja, en maken ze een goede goal. En ze hebben zelfs in de laatste minuut nog de mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dus al met al heb ik een zeer positief beeld gekregen van de mogelijkheden van deze club. Nou ja, ik vind als je de mogelijkheid krijgt om bij een club te gaan werken. Waar je in principe niet zo bekend mee bent. Ja, dan vind ik ook dat je huiswerk moet doen. En je moet inleven in de club. Op het moment dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. En dan vind ik ook, als mensen wat aan mij vragen, dan moet ik ook van bepaalde dingen op de hoogte zijn. Dus dat is gewoon initiatief nemen en zorgen dat je van dingen die belangrijk zijn voor de club. Waar de club heeft gestaan in het verleden. Waar we als club zijn er weer naartoe willen. Dat je daar ook van op de hoogte moet zijn. Ja, het is een beetje een kennismaking. Vandaag was het een klein groepje, omdat een aantal jongens vanavond nog bij de belofte spelen. Dus daar ga ik met Stanley vanavond ook ga ik kijken. Ja, en langzamerweg zal je toch je weg daarin moeten vinden. En je weet in de voetbalwereld, het is even je eigen aanpassen. Even goed rondkijken hoe alles reilt en zeilt. En dan ga je toch met de groep ga je je ding doen. En ze spreken overal dezelfde voetbaltaal, dus het is niet overal anders. Dus wat dat betreft zal dat gewoon geleidelijk gaat dat heel makkelijk. Kan ik dat oppakken.
We hebben het natuurlijk afgelopen zaterdag uitvoerig na de wedstrijd ook over gehad. Van, je moet niet te veel naar andere clubs kijken, je moet naar je eigen clubje kijken. En je weet dat je met Kortrijk en Anderlecht twee zware tegenstanders de komende weken hebt. Maar goed, ze hebben laten zien waar ze in staat zijn afgelopen zaterdag tegen Brugge. Het is ook een ploeg die hier in de bovenste regio vertoeft. Dus we moeten ons vanuit onze eigen kracht moeten we gaan spelen. En ja, daar moeten we proberen vastigheid in te krijgen. En wij hoeven voor niemand bang te zijn. In iedere wedstrijd moet je heel onbevangen, moet je die aangaan. En als je dat doet, dan kun je elkaar ook altijd recht in de ogen kun je elkaar aankijken. En dat lijkt mij het belangrijkste. En ik denk op een lange termijn, als je laat zien wat je mogelijkheden hebt, laat zien dat iedereen vanuit zijn eigen kracht kan gaan spelen. Dat je daar ook op lange termijn de meeste resultaten mee gaat halen.